Ik ben Tim en ik ga het vandaag over de Slim Koken app hebben. Wat is er zo handig aan de Slim Koken app? Nou, dat zal ik jou vertellen. Heeft er iemand trek in broccoli? Dan doet je broccoli in. Maar lust diegene geen vis? Kan je dat ook in de app zetten. En dan zoekt hij allemaal recepten zonder vis met broccoli. Wat is er nog meer handig? Nou, bijvoorbeeld je eet met 3 personen. Dan kan je intoetsen dat je met 3 personen eet en dan doet hij het recept aanpassen aan de hoeveelheid voor 3 personen. Dan ga je naar de winkel en heb je een boodschappenlijstje nodig. Dat doet deze app ook voor jou. Als je dan, hier heb ik de Slim Koken app, als je dan op boodschappenlijstje klikt, dan maakt hij voor jou het boodschappenlijstje. En kan je naar de winkel gaan met je smartphone en heb je het boodschappenlijstje. Druk je op kruisje als je het in je mandje hebt gedaan. En dan is het uit je boodschappenlijstje. Super handig dus. Wil jij deze app ook proberen? In de App Store is die te downloaden. Ik zou zeggen, succes ermee!